De finalisten van de zoektocht naar het unieke sporttalent zijn 4 oktober bekendgemaakt. Bij de verkiezing van het unieke sporttalent wordt er gezocht naar jongeren met een beperking die in hun sport een grote ontwikkeling laten zien of juist een voorbeeld zijn voor anderen. De Nijmeegse Janilius Martina staat ook in de finale. Zijn rolstoeltenniscoach Mirella ter Horst zag dat de 6-jarige jongen potentie had op de baan. Ik heb Janilius genomineerd. En omdat ik gewoon al in de gaten kreeg dat hij zich eigenlijk bovengemiddeld ontwikkelde. En hij werd heel snel, zijn zelfstandigheid die groeide enorm snel. En daarmee eigenlijk ook zijn zelfredzaamheid. En dat ging echt als een razende ging die ontwikkeling aan. Janilius ontwikkelt zich dus snel met het tennis. Maar buiten tennis doet hij ook aan race, runnen en zwemmen. Janilius beseft zich waar al dat sporten goed voor is. Want rolstoeltennis is goed voor mijn armen. Race runnen is goed voor mijn benen. En zwemmen is goed voor mijn hele lichaam. Janilius laat zich zeker in de sport niet beperken en daarin is hij een voorbeeld voor anderen. Zijn coach legt uit waarom sporten voor kinderen met een beperking een uitkomst is. Ja, omdat sport ontzettend bijdraagt aan de ontwikkeling, maar vooral aan het zelfvertrouwen gewoon van een kind. En ze ontwikkelen zich eigenlijk boven verwachting. En we kijken eigenlijk binnen de sport alleen maar naar de mogelijkheden en niet juist naar de beperking. De winnaar van het unieke sporttalent krijgt een geldbedrag van 1000 euro om te investeren in de sport. En Janilius weet al wat hij daarmee gaat doen. Om mijn sport te betalen en iets leuks om zelf te kopen. Wie uiteindelijk de verkiezing van het unieke sporttalent heeft gewonnen, wordt tussen 18 en 26 oktober bekendgemaakt.